was. Beleef Wiegen staat stil. Wat een organisatie is dat, zeg. Vertel er eens over. Ja, wij zijn, zoals jullie wel weten, zijn wij Stichting Beleef Wiegen. En wij organiseren dus in het centrum van Wiegen 2 keer per jaar leuke evenementen. En wij hadden het, een half jaar geleden het snode plan om living statues in Wiegen neer te gaan zetten. We hebben het natuurlijk gezien in Arnhem. En ja, door heel Nederland worden dit soort evenementen gehouden. Statues die zich daar op een semi-professionele manier aan mee wilden doen. Daar kregen we eigenlijk helemaal geen reacties op. Totdat wij op een gegeven moment aangeschreven werden door een professionele partij uit Tegelen. En die zeiden van, nou, wij willen jullie wel gaan helpen. Maar dan komt er wel, daar komt wel het een en het ander bij kijken. Nou, we zijn nu inmiddels een half jaar verder. En het is zover vandaag. 22 statues door het hele centrum van Wiegen. Het zonnetje schijnt. Dus de weergoden die zijn ons alweer goed gestemd. Ja, het is fantastisch. Het is echt geweldig. We hadden niet durven dromen dat het zo groot zou worden. In de toekomst, wat gaat er dan gebeuren? Ja, wij hadden gedacht van, nou, wij gaan dit voor de eerste keer doen. Daar komen mensen op af. En vervolgens gaan we het volgend jaar proberen nog een beetje groter te doen. Het is nu al super druk natuurlijk in het centrum. Iedereen praat erover en iedereen vindt het heel mooi. Ja, en wij willen volgend jaar next level. Dus dan, we hebben nu al 4 beelden uit België. En volgend jaar gaan we beelden uit heel Europa hier naartoe laten komen. Er zit ook een wedstrijdelement in. Hè? Ze kunnen dan het mooiste beeld kiezen. Ja, klopt. We hebben een flyer laten maken. Nou, en in die flyer hebben we een soort plattegrond waar alle beelden staan. En mensen kunnen daar de publieksprijs. De mensen die in Wiegen komen kijken, kunnen zelf de publieks bepalen wie er gaat winnen. Er komt een grote ton te zetten. En de winnaar, dus de publiekswinnaar, die krijgt een grote bokaal. Die mag die houden en volgend jaar krijgt er dan weer een nieuwe winnaar een bokaal. Maar die persoon mag natuurlijk zeker zijn eigen prijs komen verdedigen. En voor de bezoekers van Wiegen die het ingevuld hebben, die maken kans op een dinerbon van het Wapen van Wiegen van €50. Dus weet je, het is voor de statues ook leuk dat er een wedstrijdelement aan zit. Maar wij voelen wel heel erg dat het hele statue-wereldje is een hele soort van community. Vanmorgen om 9 uur stonden hier dus 22 statues met bij elkaar nog een 20-tal grimeurs, begeleiders, opbouwers. Die hebben bij Saal Sterrenbos zijn die 4 uur bezig geweest om te sminken. Om zich klaar te maken. En om 1 uur zijn we van start gegaan. Ja, en het is vanaf 1 uur gewoon volle bak. Ja, wat ik vooral heel leuk vind is dat we ook een heel leuk kinderelement erin hebben zitten. We hebben hier achter ons een workshop voor kindjes. Joost uit Wiegen heeft dat eigenlijk in zijn volledigheid mogelijk gemaakt. We zijn natuurlijk afhankelijk van heel veel sponsoren. Maar ja, goed, Joost is een van de hoofdsponsoren die vooral het kinderstuk voor zijn rekening genomen heeft. Ja, en daar kunnen kinderen gewoon ervaren hoe het is om een statue te zijn. En wat heel leuk is om te zien hoe serieus ze dat nemen. Want ze staan echt heel stil in hun sokkel, helemaal opgemaakt. Ja, dat is echt genieten. Volgend jaar, nou, komt het weer terug. Oktober weer? Nee, naar verwachting gaan we het, ik denk op de laatste zondag van september. Dat wilde in eerste instantie nou ook doen in verband met het weer. Dus we hebben nu heel veel geluk. Maar volgend jaar zal het in september gaan zijn. Maar we zullen iedereen via Facebook van Beleef Wiegen zullen we iedereen op tijd op de hoogte gaan houden. Nou, hartstikke mooi. Ik wens je heel veel succes. En volgend jaar komen we zeker kijken. Ja, super. Jullie zijn van harte welkom. Dankjewel.